De afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft dinsdag een infosessie georganiseerd voor stakeholders over het belang van het installeren van een pesticidencontrolecomité, PCC. Dit houdt in dat de bescherming van landbouwers, consumenten, het publiek, gewassen, vee, dieren in het wild en waterlichamen. Belangrijk is een aangepaste en gemoderniseerde bestrijdingsmiddelenwet. Tijdens de infosessie is er van gedachten gewisseld over de opzet van het PCC. De deelnemers hebben enkele adviezen en voorstellen gedaan die verder uitgewerkt zullen worden in een raadsvoorstel dat opgestuurd zal worden naar de Raad van Ministers. Dit meldt het ministerie van Landbouw van LVV in een persbericht.